Wat ik wilde is in feite eigenlijk alles klaarmaken tot in de puntjes. En na een half uur heb ik gezegd, jongens, ja, ik heb een nieuwtje voor jullie. Ik ga stoppen. Dan is het wel heel apart als je dat op zaterdagochtend een bieding binnenkrijgt. En voor hoeveel verkoop je de tent dan? Of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, dat is geheim. Ik ben nog steeds aan het tellen, zeg ik altijd. Ja, het is wel veel, hè? Dat is veel. Hoe ga je nou een bedrijf beginnen? Je hebt een plannetje en dan ga je beginnen. Maar het, ja, ik zei altijd, je bent een kapitein en je zet een stip aan de horizon. En dan ga je weg. En zeg je, daar weet je, je weet dus dat je daar naartoe moet. Maar ja, wat kom je onderweg tegen? De wind valt weg. Ja. Een zandbankie. Ja. Komt de boot tegen. Ja. Ja, nou, ga je allemaal dingen meemaken. Dus moet je dus toch weer veranderen. Ja. Nou, dat is het ondernemerschap. Daarna ga je, de volgende stap, ga je in een organisatiefase. Hè? Dus pioniersfase, organisatiefase. Ja, dan komen er andere mensen aan boord. Het grote probleem is in feite dat bedrijven als Dobla, die iets te klein zijn dan, de toppers, die willen daar niet werken. Die willen toch weer bij de grotere bedrijven zitten. Ja. En dat is best wel moeilijk, want je moet daar doorheen zien te komen en dan komen de toppers binnen. Ja, op een gegeven moment dan een bepaalde grootte. We zaten met een bedrijf in België, Atlanta in Amerika. We zaten in Vietnam. Ja, dan worden we natuurlijk heel veel jonge lui wat zeer inspirerend is. Die kwamen er allemaal bij. Dus maar wat jij zegt is, je hebt in 2010 eigenlijk de plannen al gemaakt om het bedrijf te verkopen. En uiteindelijk in 2018 is dat gebeurd. Duurt dat altijd 8 jaar? Nou ja, kijk, ik heb dat. Wat ik wilde is in feite eigenlijk alles klaarmaken tot in de puntjes. Wat houdt dat in? Je hebt A, met mensen te maken. Ik heb natuurlijk ook oudere werknemers hier en die wil ik op een nette manier achterlaten. Ja. Dat is voor mij stap 1. Stap 2, de logica van mij is niet de logica van iedereen. Dus dan moet je met gestandardiseerde pakketten gaan werken. Wij werken met SAP. Dat is een hele grote operatie om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En dan gaat die omzet niet omhoog. Nou, toen hebben we William, die kon ik, uit een andere hoedanigheid. En die heb ik gevraagd om mij te helpen. Ja, en die kwam met een heel ander plan. Kijk, ik praat als een jongen die van de straat die heel veel goed kan verkopen. Maar dan praat je met HBO's en die wil gewoon nog een andere benadering hebben. Ja, en dat moet je goed begrijpen. En hij begreep het als geen ander. Echt als geen ander. Dat is echt top. Op een gegeven moment heb je verteld dat Klinkenberg binnenkwam. Toen hebben we een omzet van 25 miljoen in 2013. En in 2018 deden we een omzet van 55 miljoen euro. Dat was. En voor hoeveel verkoop je de tent dan? Of is dat geheim? Dat is geheim. Oh, is geheim. Ik ben nog steeds aan het tellen, zeg ik altijd. Ja, het is wel veel, hè? Dat is veel. Want je staat best hoog in de quote, toch? Ik ben gezakt, geloof ik. Echt? Ja. Het is wezenlijk. Maar op een gegeven moment komt er dus gewoon heel veel geld ook gewoon op jouw bankrekening te staan, hè? Ja. Heb je dat nog fysiek gezien of alleen digitaal? Hoe ziet dat eruit? Er zijn heel veel nullen en zo. Ja. Doet dat ertoe? Ik heb een screenshot, heet dat, heb ik gehad van mijn financiële mensen. Kijk, het gaat natuurlijk als volgt. Je moet eerst de aanleiding zien hoe dat gaat. Hè. Kijk, op een gegeven moment, je bent bezig met dat hele proces. Heb ik gezegd, vanaf 2010 hebben we gezegd, oké, we gaan dan de stap maken naar verkoop ooit. Yeah. Hè, dat is ooit. En toen op een gegeven moment, al die stappen gemaakt en de boel dicht en dit en dat. En in 2017 kreeg een goede vriend van mij, weer van de karting, die krijgt een hersenbloeding. Dat is Randolph Baff. En Randolph, dat is een heel ernstig geworden. En die jongen die zit in een rolstoel, kan niet praten, kan heel veel dingen niet meer. En daar ben ik zo verschrikkelijk van geschrokken, dat ik dacht, jeetje, dat kan ook mij overkomen, kan iedereen overkomen. We hebben het allemaal over kanker, maar dat is ook een drama. Ja. En toen heb ik gezegd voor mezelf, jongens, ik stop ermee. Dus ik rij in mei 2017 van Enkhuizen naar Lelystad. We rijden naar het rijvaardigheidscentrum in Lelystad. Dat is van Indy, van mijn oudste zoon. En daar vergaderen wij als committee. Dus er zat Ruud Admiraal en Klinkenberg. En mij persoonlijk met z'n drieën, meer niet, niemand. En daar waren we strategisch aan het nadenken. Waar moeten we nou heen? Waar moeten we die toko doen? En na een half uur heb ik gezegd, jongens, ja, ik heb een nieuwtje voor jullie. Ik ga stoppen. Maar hun dachten, hij is een priestkern geweest. Hij heeft een verkeerde uitslag gehad. Nou, dat was gelukkig niet zo. Ja. En toen hebben we banken uitgenodigd. Zo gaat zo'n proces. En in feite vertellen ze allemaal hetzelfde. En dan geven ze een suggestie van wat je gaat vangen. Waar ze dan naar kijken is heel simpel van hoe je erop reageert. Want dan denken ze,
Want kijk, ja, die jongens verkopen heel veel bedrijven. Daar hoef je er niet omheen. En die komen gewoon met een map aan en die, bij de grote private equities. Ze zeggen, joh, ik heb dat te koop. Maar ja, het is allemaal op EBITDA. Ja. En ze, nou, die multiplijtje erop en zo werkt dat. Ja. En doe dan niet ingewikkeld over. Maar je hebt het over een paar honderd miljoen wel, toch? Zeg maar. Je hebt het al over een paar honderd miljoen, zeg maar. Ja, dat is wel geld. Ja. Dat is geld. Dat is geld. Dus op een gegeven moment hadden we dus dat, ja, dat bedrag. Ja, toen heb ik gezegd, voor dat bedrag doe ik het niet. Dus het moet nog meer zijn. En ja, voor de rest heb ik nooit gezegd wat ik wilde hebben of hoe wat. En ja, dan is het wel heel apart als je dat op zaterdagochtend een bieding binnenkrijgt. Heb je niet want daar, we hebben het in, om het even goed uit te leggen, in 2018 heb ik nog een beurs gehad in de Horecava. Ja. En toen heb ik eigenlijk al mijn nieuwe artikelen laten zien. Dat was totaal not Dobla products. Er waren gewoon eigenlijk een donuttoppen, was daar french fries en dat soort artikelen waren allemaal. Echt fantastisch. Echt voor de fastfood club. Ook Starbucks artikel. De Floating Christmas Man. Dat werd verkocht in Korea. Nou, afijn een heleboel laten zien. En veel met social media. Daar ben ik helemaal gek van. Dus op een gegeven moment heel veel power erop gezet. Toen hebben we de data room geladen. Dus in februari, maart, april, mei. Dat heb ik aan één persoon medegedeeld. Dus één vrouwtje heeft dat bij mij allemaal ingebracht. Om het helemaal voor elkaar. Dat moest allemaal stiekem gebeuren. Want ja, de rest van de mensen mochten het niet weten. Ik had een slechte ervaring daarmee, maar dat wil ik niet. Nou, fijn. En in mei hebben we een teaser uitgebracht. En het waren er 54 kopers. En 7 die hadden heel veel trek. En die zeiden, jongens, wij willen geen veiling. Wij willen gewoon die tent vooraf kopen. Klaar, we hebben gezien. En dat hebben we netjes uitgewerkt. En ja, er is toen Carlyle, Erika. Hè, de Erika was een Italiane. Ja. Maar de grote ondernemer daarachter is Carlyle. Die hebben dat overgenomen. En Erika was een bedrijf van 250 miljoen euro omzet. Maar die maakte ingrediënten, die maakte ook chocola. Dus dat paste mooi bij elkaar. En die hadden niet zo'n groot internationaal netwerk als wat Dobla had. Dus dat was eigenlijk wel best van, ja, voor hun heel interessant. Want, ben jij er meteen uitgegaan? Ja. Ja. Ik heb er geen minuut. Ik heb eigenlijk gewoon de poen gevangen, echt letterlijk gevangen. En ik heb de sleutel overgegeven. Ik heb de sleutel in een Ferrari-doosje gedaan. Het is waar gebeurd. Ik heb een spies gehouden. Ik heb die man gezegd, ik heb de Ferrari in de chocoladeland gekocht. Veel plezier ermee. Ik heb wel aangeboden om, joh, wil je wat weten? Ja, kan je me altijd bellen? Ja. Ik heb nooit meer gehoord. Okay. Maar heb je Ferrari gekocht ook? Nee, die had ik al. Die had ik al. Hey, kijk, mijn leven is totaal niet veranderd sinds dat ik dat met geld. Kijk, ik zei altijd wel het enige verschil. Kijk, vroeger had ik een geleased biefstuk. Ja. Nou, ook een eigen biefstuk, maar ik heb een nieuwtje voor je. Hij ruikt hetzelfde, hoor, de pot. Het is net zo erg. Dus dat heeft geen zin. Dus kijk, ik heb er altijd goed voor geleden. Ik heb altijd een prima leven gehad. Ja. Ik heb ook niet naar huis bijgekocht. Of dat zijn mijn dingen niet. Ik ben samen met mijn zoons gewoon leuke dingen aan het doen. Aan het ondernemen.